achter ben gekomen, dat is eigenlijk wel verrassend. Het zit namelijk zo. Ik heb helemaal geen moeder. Die heb je niet nodig, zei hij altijd. Ja. Nee, je hebt geen mama. Mama is uit de duur. En hetzelfde zei je ook tegen mij. Al had ik van onder een andere moeder. Maar dat begrijpen jullie al. Die was ook weer te duur. En ik? Ja, ik dacht dat gewoon als kind, want er was helemaal geen moeder in huis. Wel een oppas. Maar die stopte ermee toen ik 7 jaar was. En vanaf dat moment moest ik alles zelf doen in huis. Zorgen voor vader, voor jou, voor dochter 3. Ja, dat klopt. Er was altijd wel een schuldenaar die te laat was met afbetalen. En die stuurde dan zijn vrouw om op te passen. Win-win, want ik had een gratis oppas en de schuldenaar hoefde geen rente te betalen. Maar na mij kwamen er geen kinderen meer. En ik werd op mijn 14e gewoon het huis uitgezet. En ik een jaar later, ik was pas 13 jaar. En ik mocht blijven. Maar morgen word ik 13 en dan moet ik ook weg. Want u gelooft mij niet? Ja. Ik ben echt 13 hoor. Vraag maar aan de regisseur, want die heeft mij gekast. Ik ben nog maar gewoon een puber hoor. Maar opeens stopte Scrooge met de lichamelijke activiteiten. Schuldenaren genoeg. En de geruchten deden al lang de ronde. Scrooge wilde rente kwijtschelden in ruil voor een beetje intimiteit. Mannen boden spontaan hun vrouw aan. Maar de 3 vrouwen die het reeds hadden meegemaakt, waren opeens uit het straatbeeld verdwenen. Scrooge deed het niet meer. Was hij bang voor zijn reputatie? Het enige feit dat wij kennen is dat Ebenezer ermee was gestopt. De rente moest gewoon weer volledig worden betaald. Er kwamen geen kinderen meer bij. Of had hij toch liever een zoon gehad? Vragen, vragen en nog eens vragen. Vrouwen. Ik wil geen vrouwen meer. Geen vrouwen meer in huis. Wat zegt u? Liefde? Ik heb het nooit gehad. Ik heb het ook nooit gegeven. Wat levert het op? Niks! Ja, gezeur en gezeik. Geen liefde, Ebenezer. Weet je dat zeker? Moeder! Mami! Je zei altijd mami tegen mij, liefje. Ja, meneer. Dat moet een verdomde slechte eet zijn. Nummer 3! Heb je ze geen naam gegeven? Natuurlijk hebben ze geen namen gegeven. Nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Hou je in. Hop! Hou je bij je kasboek! Vader, wat is er? Zie je die vrouw daar? Welke vrouw? Ik ben van jou, Ebenezer, en niet van een ander. Vader, gaat het wel goed met u? Wat heb je met eten gegeven? Probeer je me te vergiftigen? Hoezo heb ik daar nou niet eerder aan gedacht? En dat ik daar nou ook niet eerder aan heb gedacht. Heeft ze hem echt vergiftigd? Wat een stoer wijf, zeg. Hé, hey, we hebben het wel over onze vader, hoor. Vader, vader. Onze baas zul je bedoelen. Meer was hij niet. Dus je bent toch niet zo'n stoer wijf. Jammer, hoor. Vader, zal ik een kopje thee voor u maken? Is goed. Met lauwe water, hè. Geen water opzetten. Veel te duur. 1 kopje lauwe thee voor vader. Indrukwekkend. Je moet je bek houden. Zo praat je niet tegen je moeder. Je ging net als vader, dus moet je je bek houden. En heb jij je troost gevonden? Ben je nu gelukkig? Heb je na al die jaren met geld een 65 jaar je geluk gevonden, jongetje? En zie, zijn verleden sprak tot hem. Maar hij kon er niets mee. Tegenwoordig noemen we zoiets verdringen. Of een trauma. Of een... PTSS. Maar ja, we zitten in het verhaal. Waar waren we gebleven? Oh ja, dochter 3 ging het huis uit. Dag vader, ik zal u missen. Ja, we zullen mijn onderdak en geld missen. Nee, ik zal u echt toch missen. Dag.
Ebenezer. Ennis, wat doe jij hier? Hoe is het met onze dochter? Nummer 1, toch? Ja, die woont hier niet meer. En jij bent er ook niet. Ga weg. Ik zit nog altijd in je hoofd. Wil je me echt weg hebben? Dus ik vraag je nog één keer. Hoe is het met onze dochter? Dat weet ik niet en het interesseert me ook niet. Wat als ze dood is? Ah, daar zit het alles onder het gras. Je wil geld hebben voor de begrafenis, hè? Nou, dat krijg je mooi niet. Hij stond op haar graf een kruisje. Een kruisje met de naam Scrooge. Is Scrooge dood? Echt waar? Is die overheid dood? Dat waren alle krantenkoppen. Maar al snel bleek dat die springlevend was. Nou ja, springlevend. Eén Scrooge stond er op het graf. Even was de wereld blij. Maar dat was maar een dode mus. Die dode mus was je dochter maar. Rustig, Scrooge. Die praten misschien wel, je maakt een gek. Rustig. Rustig. Het draait altijd om geld. De wereld draait om geld. Follow the money, zeg altijd maar. Follow the money, want daar ligt het geluk, daar ligt de macht. Iemand probeert mij een lelijke kool te stoken en mij gek te maken met stemmen en pratende schilderijen. Nou, dat lukt hem mooi niet. Ik zal in mijn administratie de grootste schuldenaar vinden en hem ontmaskeren. Dat zal hem leren. Ha! Follow the money. 3. Ik wil eten en thee. Ik was op weg, weet je nog? Godverdomme! Dat is waar. Nu moet ik iemand anders zien te vinden die mijn huishouden doet. Iemand liefst met een kleinschuld. Ha! Ja, follow the money, follow the money. Dag opa. Godverdomme, wat is dit? Dag opa, zei ik. Voor de kennis onder u, dit is dus toekomst. Wie ben jij? Ik ben Angel en mijn moeder is Maria. Nou, ik ken geen Maria. Ik haal het schilderij gewoon weg. Wie heeft dat er trouwens neergehangen? Als je kind 1 noemt en het is een vrouw, dan kan het alleen maar Maria zijn. Ik ben gek om die praten te doen. Hou op! Follow the money, opa! Follow the money! Wat gebeurt hier? Kom maar los! Daar kan je lang over nadenken. In de hel! Bij alle andere bankiers! En zo ben ik in mijn eigen kerstverhaal genezen van mijn eigen brekkigheid. Maar er moet dan alles onder het gras zitten. Dag papa, ik heb even een hele gewinkeld en heel veel cadeautjes voor mezelf gekocht. Kijk vader, wat ik heb gekocht. 2 hele mooie, zeer dure, exclusieve jurken. Welke zal ik aantrekken bij het kerstdiner? Geen van beide, breng ze terug. Hé, papa, en dit was de duurste, de lekkerste. Ah. En de sappigste. Hij zou heerlijk smaken. Ik ben failliet. De moraal van dit verhaal. Scrooge had gelijk. Vrouwen zijn gewoon duur.